Ja, deze 2,5 tons garagekrik van Daytona heeft brede grote wielen aan de voorkant en zwenkwielen naar de achterkant, zodat hij makkelijk te verplaatsen is. Een handig handvat, heeft een minimale hefhoogte van 9 cm en een maximale hefhoogte van 38 cm. Een handige accessoire is dat voor de wielbouten er 4 verschillende maten bij zitten in 2 doppen. Die kun je ook weer klikken op het uiteinde van je handvat. Dus nooit meer zoeken om doppen te vinden om de wielmoeren los te draaien. Handig is natuurlijk het pinnetje wat er ook in zit om het kraantje dicht te zetten voordat je gaat krikken. De krik positioneren. En deze kun je ook nog een keer in allerlei standen kun je hem zetten. Dus in principe kun je hem gewoon helemaal ronddraaien. Er zit een rubbertje bij voor extra stevigheid, zodat hij niet onder de auto vandaan kan glijden. En dan hebben we hem ook al los. Nou, het zakken gaat eigenlijk net zo makkelijk, gaat weer met het pinnetje. Je draait het kraantje draaien open en je ziet dat je hem gecontroleerd kan laten zakken. Kortom, een mooie compacte krik voor of in de werkplaats of garage.